Goedemorgen, ik ben Tom, ik ben onderofficier van 3. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik heel nauw samenwerk met 7 mensen en die dagelijks trainen en begeleid. Ik heb voor infanterie gekozen omdat dat heel uitdagend is, je veel kennis kunt opdoen en dat ook een heel groot fysiek aspect heeft. En dat zijn aspecten die mij heel hard aanspreken. Ik neem jullie vandaag mee op een van mijn werkdagen. We zijn aangekomen in de kazerne van Leopoldsburg. Onze dag start hier meestal om 7:30. Zoals vaak en vandaag ook starten we de dag met sport. Daarom ga ik me nu eerst even omkleden. Okay, vandaag gaan we een toekje lopen. De fysieke conditie is heel belangrijk als infanterist. Die heb je zeker nodig. Je hebt heel dikwijls dat je heel veel materiaal moet meenemen. Zijn er een zware rugzak, webbing, wapen, eten voor 2 dagen, drinken voor 2 dagen. Dus het is heel interessant als je op voorhand al een goede fysieke conditie hebt. Nu, dat hoeft ook geen uitsluitingscriteria te zijn. Je kunt perfect binnenkomen. Dat wordt tijdens de opleiding ook heel goed opgebouwd. En dan word je goed voorbereid op je toekomstige job. Eens we aan de wacht zijn, gaan we rechtdoor. Dat we toch een goede 5 tot 8 kilometer hebben gehad vandaag. Dat is niet altijd lopen. Dat doe ik heel vaak hindernispisten, korenpisten, zelfs soms een matchje shotten. Right, zo, we zijn klaar met lopen nu. We gaan nu terug naar de blok voor een douche te pakken en dan gaan we verder met ons programma voor vandaag. Les krijgen is ook een groot deel van ons takenpakket. We gaan heel veel les krijgen, maar ook heel veel les moeten geven. Als onderofficier is het eigenlijk onze verantwoordelijkheid om de mensen waar we mee gewerkt op te leiden, te coachen en te begeleiden. Maar je moet er niet voor panikeren. De lessen die je krijgt in de opleiding zijn ook lessen hoe je moet lesgeven. Qua strijdkrachten, 2 types van het Vrouwland. Ja, de regular forces, de MRF, met een sterke offensieve capaciteit. En zij doen dan samenwerking met lokale instellingen. Ja, op de zitten zij een 5e divisie, een 8e gemotoriseerde divisie en qua reserve een territoriale brigade. Halt. Plaats. Ust. Rust. Uit. Goed, we zijn hier nu in de trainingsloods. Hier trainen we vooral veel technieken. We lopen altijd gewapend rond, onze opdrachten zijn ook altijd gewapend. Daarom moeten wij perfect weten wat ons wapen kan en hoe we dat wapen moeten manipuleren. Tijdens een gevecht hebben we heel weinig tijd om correct te reageren. Daarom is het zo belangrijk. Die training doen we wel vaker om ervoor te zorgen dat elke manipulatie eigenlijk een automatisme wordt, een beetje een tweede natuur. Contact. Kijk maar, werken. Nieuwe lader, dat staat nieuwe lader. Contact. Bij het goed maken, een aandachtspuntje. Ja, als je patrouillehouding staat en je krijgt een contact, is dat je wapen goed naar voren steekt en terug in je schouder trekt. Contact! Contact! En werken, werken, werken! Normaal gezien, een echte schutter vuurt zo. Hier gaat je eigenlijk net tegenovergesteld staan. Dan gaat je verder. Ja, aan je 150 lijn kun je dat opnieuw doen eventueel. En dan van hieruit gaat het binnen. Wat? Daarnet hebben we de technieken getraind. Nu gaan we over naar de tactieken. We zijn vandaag in het bos. Wat we hier gaan trainen is als volgt. Er is een vijand die gaat op ons schieten. En dan gaan wij laten zien hoe wij daarop reageren. En zoals je ziet is het prachtig Belgisch weer. De regen valt met bak uit de lucht. Daaraan zie je ook dat wij altijd ons werk doen, ongeacht de weersomstandigheden of de situatie.
Een kleine span, dan heb je zo'n gat tussen twee bomen zitten. Ja, zie. Daar loop je eigenlijk tussendoor. Roger. Ongeveer, hè. Okay, let's go. Let's go. Battle drill! Battle drill! Let's go! Let's go! Go! Ja, een paar werkpuntjes. Op het moment dat ik battle drill geef, mocht je all out gaan. Dus krijg je gewoon niet automatisch. Maar je mocht all out gaan. Oké? Okay? Ook voor u korte buien. Alright, zoals je net hebt gezien, goede actie gedaan. Dit is waarom dat wij naar het leger zijn gekomen allemaal. Maar zoals je ziet, het is heel fysiek. Ja, dat vergt heel veel energie. En daarom gaan we nu iets eten. Zo, we zitten nu in de keuken. Ik heb vaak mijn broekjes bij me, maar vandaag eten we warm. En het is hier best wel lekker. Oké, we zijn nu op de cardio-oefening. Dat is iets dat we vaak trainen. Het is heel belangrijk om te weten waar je bent en je goed te kunnen oriënteren. Ik ben hier vandaag met collega Bart. Joe. Een cardio-oefening, hoe werkt dat nu eigenlijk juist? Dat is met een kaart en een kompas. We krijgen onze eerste coördinaten, dan gaan we die uitzetten op de kaart. Eens we die hebben uitgezet, gaan we eigenlijk bepalen hoe we naar dat punt gaan wandelen. Eens dat we daar zijn aangekomen, gaan we een koker vinden waar we onze groepsnaam moeten opschrijven en hoe laat we daar geweest zijn. Eveneens op dat papier staat ook een volgende coördinaat. En dan kunnen we dat ook uitzetten op de kaart en met ons kompas bepalen hoe we daar naartoe gaan gaan. En zo blijft dat doorgaan tot alle punten gevonden zijn. Kaartoefening heb je op verschillende niveaus en verschillende moeilijkheden. Het kan heel makkelijk zijn, maar het kan ook heel moeilijk en technisch worden. We doen die ook dikwijls bij nacht en dat maakt alles wel anders. Veel mensen zeggen dikwijls van, ja, maar je hebt toch een GPS, dus waarom doe je dat nog? Nu, als je GPS uitvalt, moet je nog altijd verder kunnen en je weg kunnen terugvinden. Dus dat is heel belangrijk om dat toch te onderhouden. We hebben nog één ding op het programma staan vandaag en dat is de schietstand. Oké, okay, goed gasten, we gaan een test vuren. Let goed op je techniek, let goed op je houding. Tel nu al uit waar je je laderwissels gaat kunnen doen. Dat je er nu al mee bezig bent, dat is eigenlijk de voornaamste zaken. Goed, iemand nog vragen? Allright, yes, dan gaan we gaan beginnen. Heel de schietstand trainen we met echte munitie. Als onderofficier schiet je zelf ook wel. Maar eigenlijk onze voornaamste taak hier is om onze mensen te trainen en te evalueren op hun schiettechniek. Goed, ook het wapenonderhoud is een belangrijk deel van onze job. Ons wapens en ons materiaal moeten altijd blijven werken. We kunnen het onszelf niet permitteren als die blokkeren of niet meer werken, omdat we ons onderhoud niet gedaan hebben. En de wapenkuis zelf is ook een heel fijn moment, omdat we dan allemaal samen zijn. Kunnen we een beetje lachen, een beetje zwanzen met elkaar en met de opdracht die we hebben uitgevoerd. En zo werkt het ook aan de cohesie onderling. Zo staat het uitje. Zo, de dag zit erop. Dit was één dag in ons werk. Nu, elke dag is anders voor ons. Ik ga nu naar huis. Ik woon niet zo heel ver van de kazerne. Voor de mensen die wel verder wonen, hebben we een militair hotel. Dat heet de Milton. Daar kun je een kamer krijgen, zodat je ook hier kunt blijven door de week. Veel mensen vragen ons wel eens of wij vaak weg zijn van huis.
Ongeveer een derde moet je wel rekenen dat wij weg zijn, zowel in binnen- als buitenland. Zo, misschien tot snel.